Jos Tornij, de fietsvierdaagse staat weer voor de deur. De Twentse fietsvierdaagse. Hoe staat het ervoor? Ja, op dit moment heel goed. We hebben 4 prachtige routes. 4 richtingen in Twente. Het wordt weer een hartstikke mooi festijn. Ja, en welke richtingen zijn dat? Als je van de langste afstand uitgaat, dan gaan wij een dag naar Oortmassum, een dag naar Denenkamp, een dag naar Haarle en een dag naar Markelo. En dan heb ik het over de 65 kilometer route. Daarnaast kunnen mensen de 45 en de 30 kilometer route volgen. Ja, die gaan natuurlijk niet zo ver. Het wordt alweer voor de 72ste keer dat er een fietsvierdaagse komt. Zijn er nog nieuwe elementen aan toegevoegd deze keer? Nou, wat we met name anders doen dan voorgaande jaren is, we hebben in vergelijking met voorgaande jaren hebben we in ieder geval weer stempelposten. Dat kan weer. We hebben de kinderroute. Die houden we natuurlijk intact. We mogen best wat meer kinderen nog hebben. Dat willen we graag. Dus ook voor kinderen en gezinnen met kinderen een hartstikke leuke uitstap. Wat is er nog meer veranderd? Ja, we hebben natuurlijk de traditionele vierdaagse medaille. Maar die hebben we dit jaar afgeschaft. Daar hebben we een andere verrassing voor. Dus deelnemers, laat je verrassen. Ja, en waar mensen zich kunnen aanmelden op die dinsdagmorgen, is dat ook in een andere zaal? Of, Ja, natuurlijk is onze startlocatie weer Theaterhotel. En mensen kunnen zich tot zondag via de website aanmelden. En vanaf maandag fysiek, maandagavond hier van 7 tot 8:30 kan men zich inschrijven. En dinsdagmorgen vanaf 8:30 kan men zich ook inschrijven. En verder elke morgen. Ja, en ze moeten geloof ik bij de Amadeuszaal zijn, heb ik begrepen? Ja, dat, bij de Amadeuszaal, dat is als je deze kant van het Theaterhotel binnenkomt, de hoofdingang, de rek rechts. Dat spreekt verder voor zich? Dat spreekt voor zich. En dan kun je na afloop lekker het terras op om nog even wat na te borrelen en na te praten. En mogen mensen zich ook weer voor 1 dag inschrijven? Of, Elke morgen kan men zich inschrijven voor 1 dag of voor 2 dagen. Dus dat is geen enkel probleem. En hoe laat moeten ze dagelijks weer terug zijn? Wij willen graag dat ze voor 5:00 weer terug zijn, want dan kunnen wij alle voorbereidingen voor de nieuwe dag weer treffen. En komt er ook weer een zadelpijnparty? Ja, zowel voor de kinderen hebben we elke dag een attractie en ook op donderdagmiddag een zadelpijnpartytje. En s'avonds hebben we de grote zadelpijnparty, waarin we alle deelnemers uitnodigen om mee te doen. Tegen betaling weliswaar, maar met live muziek van Bacchus uit Almelo. Het wordt weer een supermooi festijn. Nou, zeker als je ziet hoe de routes verlopen. Veel natuur, cultuur. We gaan langs musea. We gaan langs allerlei kinderactiviteiten. Dus het wordt hartstikke leuk. Vakantie in Nederland. Het is op dit moment een hit. En wat doe je dan het liefst? In beweging zijn. En waar kun je dat het beste? Vanuit Almelo, met de Twentse fietsvierdaagse, 4 dagen fietsen door de prachtige natuur en cultuur van Twente. Ik zou zeggen, kom naar Almelo, doe mee met de Twentse fietsvierdaagse van 9 tot en met 12 augustus.